Welkom bij Rijnmond Nieuws. Zometeen onder meer bewoners van krakende flats in Zwijndrecht stappen naar de rechter als woningcorporatie niet snel actie onderneemt. Nu eerst kort het nieuws van dit moment. De politie heeft donderdag de hele dag in het Merwedekanaal bij Meerkerk gezocht naar Wico Versluis. De 45-jarige Versluis verdween vorig weekend na een bezoek aan het dorpscafé. Gevreesd wordt dat hij onderweg naar huis het water in is gereden. Met sonarapparatuur is naar hem gezocht. De zoekactie wordt gehinderd door de lage temperatuur van het water. De toerstart heeft Rotterdam zo'n 33 miljoen euro opgeleverd. De bezoekers gaven samen zo'n 18 miljoen uit, zo blijkt uit cijfers van het gemeentebestuur. De middenstand heeft nauwelijks geprofiteerd van de tour. Vooral horeca en hotels profiteerden ervan. De gemeente Vlaardingen moet de komende 4 jaar 17 miljoen euro bezuinigen en schrapt daarom 250 banen. Ook de inwoners van Vlaardingen gaan de bezuinigingen merken. Het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers wordt geschrapt en de straten worden minder vaak geveegd. Wendy van Lien is woensdag vrijgelaten uit een gevangenis in Peru en herenigd met haar moeder en dochtertje. De Rotterdamse werd in 2005 veroordeeld tot 14 jaar cel voor drugsmokkel, maar is vervroegd vrijgelaten. In de gevangenis beviel Wendy van een dochter. Zodra alle formaliteiten zijn afgehandeld, komt ze naar Nederland. Straks Olympisch kampioene Annemarie Thomas op het ijs van het Afrikaanderplein op zoek naar nieuw schaatstalent. Nu eerst Ed Aldus met het weer. Vrijdag een wisselende bewolking, verspreid over de regio vallen een aantal sneeuwbuien. En dat bij temperaturen van 2 graden in het kustgebied tot rond het vriespunt in de buurt van Gorinchem. De ondernemersfederatie Rotterdam heeft grote twijfels bij de resultaten die de gemeente heeft gepresenteerd over de opbrengsten van de Tour de France. De gemeente baseert zich op onderzoekscijfers waarin staat dat de Rotterdamse economie met de toerstart een impuls van 33 miljoen heeft gekregen. Maar winkeliers in het centrum van Rotterdam zeggen niets aan de Grand Départ te hebben overgehouden. Het grootste deel van de opbrengst komt volgens het onderzoek van de Hogeschool Rotterdam en Bureau Meerwaarde van de ruim 850.000 bezoekers die tijdens de toerstart in Rotterdam waren. Dit leverde 18 miljoen euro op. Daarnaast worden de organisatiekosten van de gemeente gezien als investeringen in de Rotterdamse economie. En daarmee komt het totaalbedrag op 33 miljoen euro. Wat de gemeente gedaan heeft is 1,15 miljoen geïnvesteerd in de Rotterdamse economie. Die 15 miljoen is gegaan naar Rotterdamse bedrijven. Bedrijven die bijvoorbeeld de hekken plaatsen voor de Tour de France of beveiliging voor mensen die de people villages hebben opgezet. En ja, daar profiteert eigenlijk het Rotterdamse bedrijfsleven gewoon direct van. 33 miljoen euro, dat is een hoop geld. Maar de vraag is wie er het meest heeft geprofiteerd van de tourstart hier in Rotterdam. Je zou in ieder geval denken dat ondernemers hier in de binnenstad een graantje hebben meegepikt. Laat het nog steeds duidelijk zijn dat wij vinden dat de investering die de stad doet in het imago, ja, wat nu gebeurd is met de start van de Tour de France, dat dat geweldig is. Dat wij dat ondersteunen en dat we daar ook heel erg graag aan mee willen blijven werken. Maar we vinden dat we een eerlijk beeld moeten hebben over datgene wat het oplevert. En het heeft aan de ondernemers in de Rotterdamse binnenstad, en dat kunnen we met redelijke zekerheid zeggen, niks opgeleverd. De gemeente heeft de resultaten van het onderzoek vandaag met trots gepresenteerd aan de gemeenteraad, want de Grand Départ was een groot succes. Het onderzoek is voor een deel gebaseerd op gegevens van de gemeente zelf. En daarin zijn de resultaten positief. Hotels hebben een aantal miljoen extra binnengekregen, maar ook bijvoorbeeld de detailhandel en de merchandise, de eten en drinken, dat soort dingen. Dat allemaal wat eigenlijk rondom het parcours was en wat direct met de tour te maken heeft gehad, dat heeft die 4 dagen topomzet gedraaid. De ondernemers in de binnenstad zijn niet gevraagd en ondervraagd. Dus elk cijfer wat daaruit komt, dat is een cijfer wat niet komt uit de economie die de stad dagelijks draagt. Begin volgend jaar worden alle cijfers en opbrengsten rond de Grand Départ bekendgemaakt. Nog nooit eerder op het ijs hebben gestaan en dan direct al les krijgen van Olympisch schaatskampioene Annemarie Thomas. Het gebeurde vandaag in Rotterdam-Zuid. Verschillende basisschoolklassen stonden op de overdekte ijsbaan op het Afrikaanderplein. Met de les van Thomas hoopt de Schaatsbond ook de kinderen die het schaatsen van huis uit niet meekrijgen enthousiast te maken voor de sport. Ik ben Annemarie. Ik ben hier om jullie les te geven vandaag. Ken jij mij? Dat kan niet. Ah, misschien wel. Met schaatsen is het heel belangrijk dat je diep zit. Want dan ga je harder en iedereen wil heel hard gaan. Dus probeer eens met je handen je voeten te raken. Oh!
Lukt het een beetje? Ja, het lukt wel. Alleen wanneer ik iemand wil helpen, dan val ik zelf ook. Je hebt 3 kwartier per klas. Ja. Wat probeer ze in die korte tijd nou mee te geven? Nou, vooral het plezier, daar gaat het om. En verder is het gewoon belangrijk dat ze een beetje van de techniek in ieder geval te horen krijgen. Ik zeg niet dat ze gelijk na kunnen doen. Maar als ze een beetje diep kunnen zitten en een beetje stabiliteit hebben op het ijs, dus een beetje evenwicht, dan is het al een goed begin. Hard, hè? Ja. Vind je het leuk? Ja. Vind je het zo leuk aan? Gewoon dat je leuk kan schaatsen en hard schaatsen. Ben jij de nieuwe Shawnee Davis? Ja. Misschien. Dat is in ieder geval voor het FOK-programma hartstikke goed, want we hebben een man overschot, dus hoe meer vrouwen, des te beter. De gemeente Vlaardingen gaat de komende jaren zijn ambtenarenapparaat drastisch inkrimpen. Van de ruim 700 banen moeten er in 2018 nog maar 450 over zijn. Vooral op managementniveau zullen banen sneuvelen. Vlaardingen denkt met minder mensen efficiënter te kunnen werken, waardoor burgers sneller geholpen worden. De gemeente bezuinigt de komende jaren in totaal 17 miljoen euro. Alle gemeentes bezuinigen en overal worden banen geschrapt. Maar Vlaardingen spant de kroon. Met een ambtenarenreductie van 30%. Dat kan ook omdat de medewerkers van de gemeente nu nog 32,2 uur per week werken. Vanaf het nieuwe jaar wordt dat 36 uur. De burger komt aan een loket, als die al aan een loket komt. Hè, een hele hoop mensen. Internet gaat verder. Ook onze dienstverlening wordt geautomatiseerd via internet. En er zijn minder ambtenaren die zich ergens even moeten buigen. Dat betekent dat vroeger moest een ambtenaar, zijn chef en zijn chef... en de directeur of het afdelingshoofd daar nog eens naar kijken. Nou, als je daar 1 of 2 lagen uitsnijdt, zal duidelijk zijn dat het sneller gaat. Er zijn veel meer maatregelen te verwachten. De proef met gratis OV voor 65-plussers wordt niet verlengd. Er wordt bezuinigd op achterstallig onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. En in het onderhoud van wegen en groen wordt gesneden. Er is ook goed nieuws. De gemeentelijke woonlasten gaan niet omhoog. En de zwakkeren in de stad worden zoveel mogelijk ontzien. Dat is lastig. Dus maatwerk is geboden hier. Wat wij doen, bijvoorbeeld sociale zaken, is dat wij gekort worden met reïntegratiegelden, het inkomstendeel. Dat proberen we dan wel op te vangen. Maar goed, als je minder reïntegratiegelden krijgt van bijvoorbeeld 14 miljoen op dit moment 2010. En dat zakt af naar 4 miljoen in 2013. Ja, dan moet je alle zeilen bij zetten om niet terug te keren naar een soort uitkeringsfabriek. Want we willen mensen ook werk aanbieden. Dus daar moet je heel creatief in zijn om dat te proberen te bereiken. Ook het actieplan Wonen, dat is bedoeld om in 20 jaar tijd de woningvoorraad in de stad te verbeteren, gaat door. Daarvoor is 9 miljoen extra beschikbaar. Oh ja, en die ambtenaren die overblijven, die krijgen ook nog wat te slikken. Vanaf volgend jaar wordt het kerstpakket afgeschaft. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft met de recente geboorte van het ijsberenjong en een gorillababy 2 enorme publiekstrekkers in huis. Het uitkijken is natuurlijk naar de eerste stapjes buiten van het kleine ijsbeertje. Maar van het jonkie van de beroemde en beruchte gorilla Bokito kan nu al worden genoten. Met het troosteloze weer van vandaag ligt de diergaarde er verlaten bij. Maar de eerste gekte rondom het kleine ijsbeertje was dit weekend al te zien. Om 9 uur gaat dan de poort open en dan zie je echt een hele vloed met mensen gaat toch hier direct inderdaad naar de IJsberenexpo. En gaan gelijk kijken hoe het met moeder en met het jong gaat. En moeder en jong maken het prima. Verwacht wordt dat het ijsbeertje vanaf maart voor het publiek te zien is. Het jonkie dat we al wel in volle glorie kunnen bewonderen is de gorilla baby van vader Bokito en moeder Aya. Zo te zien gaat het hartstikke goed. Hij drinkt bij de moeder, hij zit lekker veilig op moeders buik, dus wij zijn er zeer tevreden mee. Of het een mannetje of vrouwtje is, kan Blijdorp nog niet zeggen. De verzorgers denken het laatste, want Bokito kreeg tot nu toe alleen nog maar dochters. Ja, tot nu toe zijn het 3 en ik heb in een split second heb ik ook hem gekeken en toen leek het of ook nummer 4 een vrouwtje is. Maar daar ben ik dus nog niet helemaal zeker van, dus we zijn nog heel terughoudend met namen geven. Maar hij heeft er al 3 vrouwen gekregen. Dat is in ieder geval voor het FOK-programma hartstikke goed, want we hebben een man overschot. Dus hoe meer vrouwen, des te beter.
En Bokito, die heeft in de tussentijd niet stilgezeten. Blijdorp verwacht in 2011 nog een kleintje van de beroemde gorilla. Bewoners van de beruchte krakende flats in Zwijndrecht eisen van woningcorporatie Forta snelle actie. Anders volgen er juridische stappen. De flats kraken al bijna 3 jaar en afgelopen zomer zou begonnen worden om dat te verhelpen. Nou, dus niet. Er is zelfs nog niet eens een plan van aanpak. Dit is het flatcomplex aan de Zonnestein en Eemstein in Zwijndrecht. 3 jaar geleden werden bovenop de bestaande flats appartementen gebouwd. Maar de nieuwbouwflats maken bij harde wind een krakend geluid en het tocht. De bewoners stellen nu een ultimatum. Het plan van aanpak is er nog niet, maar dat heeft wel zijn redenen. En die redenen van het plan van aanpak is vooral dat er is een juridische strijd, zover als wij weten, tussen Forta en tussen de aannemer Stam en de Koning. En eigenlijk gaat het ons bewoners aan. En het wordt een keer tijd dat de dader gesteld gaat worden. Maar de bouwkundige situatie is veel complexer dan gedacht. Daar heeft woningcorporatie Forta zich flink op verkeken. Het is niet dat wij niks gaan doen. Ik wil alleen geen dingen doen waar ik later heel veel spijt van krijg. En te vroeg starten, zonder een goed uitvoeringsprogramma en zonder te weten wat we exact moeten doen, is dommer dan te zeggen van nou, we wachten nog even. Een van de grootste pechvogels in deze zaak is Arie van Emmerik. Zijn handicap verergert snel. En hoewel hij dringend betere verzorging nodig heeft, blijft zijn toekomst onduidelijk. Ik heb daar werkelijk geen idee van. Ik zou het liefst morgen weg willen. Want van Emmerik krijgt zijn huis niet verkocht. En de economische crisis, in combinatie met de slechte naam van deze appartementen, zorgt ook nog eens voor een enorm financieel verlies. Ik heb mijn huis voor dat deze problemen allemaal begonnen, had ik al te koop gezet. En nu ligt er een rapport van een andere woning, waarbij we toch allemaal een beetje rekening moeten houden met een verlies van ongeveer een ton, anderhalve ton. Forta heeft nog deze week een gesprek met de aannemer en hoopt begin volgend jaar met de reparaties te beginnen. De Vereniging van Eigenaren wil nog voor kerst een plan van aanpak zien. Anders volgen juridische stappen. En van deze beruchte flat naar een redelijk beroemde flat. Het was de eerste galerijflat voor alleen werkende vrouwen. En daarom werd hij waarschijnlijk in de volksmond de Hunkerbunker genoemd. De RVS-flat in Rotterdam-Blijdorp, gebouwd in 1958. Tegenwoordig wonen er ook mannen in de flat en studenten. En vandaag verschijnt er een boek over. Ondanks alle veranderingen zijn er ook nog steeds dames van het allereerste uur te vinden. Miek van Velzen betrok haar appartement in 1963. Ze was toen directiesecretaresse bij een scheepvaartkantoor en zocht een woning. Er was toen nog woningnood. Via haar werkgever kwam ze hier terecht. De flat was gebouwd op initiatief van een stichting die zich inzette voor huisvesting voor werkende vrouwen. De Rotterdamse verzekeringssociëteiten, de RVS, maakte de bouw mogelijk. Hoe was de sfeer met al die vrouwen? Oh, heel gemoedelijk. We hadden allemaal werk. En iedereen holde dus morgens de deur uit naar zijn werk. En er zijn uiteraard op den duur wel flatvriendschappen ontstaan. Maar we kwamen natuurlijk eigenlijk allemaal met onze eigen entourage. Kwamen hier wel eens mannen over de vloer in de flat? Nou, wat dacht je? In de flat wonen tegenwoordig vooral studenten en mannen. Ook Jacco Bakker, een van de makers van het boek over de RVS-flat, woonde er 9 jaar. Het boek gaat over de ontstaansgeschiedenis van de RVS-flat. En daarnaast hebben we ook nog een aantal persoonlijke verhalen van bewoners in het boek vermeld, die we daarvoor eigenlijk al hadden vastgelegd in een fototentoonstelling het jaar daarvoor. Tegenwoordig vinden werkende vrouwen overal in de stad woonruimte. Toch is Miek van Velzen dus altijd in haar appartement blijven wonen. Inmiddels woont ze er bijna 50 jaar. Is de sfeer voor u heel erg veranderd? Eerst wel. Dat was namelijk in de tijd van de keiharde muziek. Toen leek het hier en daar was ik echt helemaal niet blij mee. Af en toe gewoon een studentenflat. Maar de keiharde muziek heeft plaatsgemaakt voor laptops en computers en die hoor je niet. Miek van Velzen is blij dat ze vandaag de boekpresentatie mag bijwonen. De RVS-flat wordt binnenkort uitgeroepen tot gemeentelijk monument. 10 september 2008 was een zwarte dag voor de familie Gurbuz.
Hun anderhalf jaar jonge dochter Zumra viel van het balkon van hun woning op de derde verdieping aan de Wolfvaartsbocht in Rotterdam naar beneden. Ze raakte daardoor gehandicapt. En door die handicap is de familie gedwongen te verhuizen. Dat is alleen een probleem. Het is in de 2 jaar na het ongeluk nog niet gelukt bij hun verhuurde woonstad een geschikte woning te vinden. Zumra had door de val van 12 meter 2 hersenbloedingen opgelopen, waardoor de rechterkant van haar lichaam verlamd raakte. Door intensieve revalidatie gaat het na 2 jaar weer redelijk goed met haar. Nu kan ze door de steun van de spalk en met de steun van het gebruik van de medicijn is het iets soepeler geworden. Kan ze wel lopen, maar is nog steeds minder sterk. De woning van de familie op 3 hoog bleek erg onpraktisch met een gehandicapte dochter. Vader Gürbüz zette daarom alles in het werk om bij zijn verhuurder woonstad een andere woning te krijgen. Ik moest een urgentie aanvragen, dat heb ik allemaal zelf geregeld. En dan moest ik 3 maanden zelf op zoek naar woning. Via de woonkrant heb ik ook gedaan, daar kwam ook niets terecht. En na 3 maanden kwamen we in tweede fase. Toen zouden de bouwcorporaties voor ons gaan bemiddelen. Ja, daar hebben we 1 jaar lang helemaal niets gehoord. Gürbüz kreeg tot nu toe maar een paar woningen aangeboden, maar die bleek in overleg met de GGD en na toetsing aan de wet maatschappelijke ondersteuning niet geschikt voor Zumra. 2-3 woningen waren trap naar tuin, maar die waren hoog. En later woningen met een trap, die waren zo steil dat het gevaarlijk was, dat het kind als ze zou vallen, dat het gevaarlijk voor mijn dochter zou zijn. Het gezin Gürbüz voelt zich in de steek gelaten door Woonstad en is teleurgesteld dat er in 2 jaar tijd nog geen woning gevonden is. Ons dossier wordt volgens mij, denk ik, niet serieus genomen. Ze denken, oké, urgentie hebben ook wachttijden. Laat hun maar ook wachten. Laat hun maar ook het kind gaan sjouwen naar boven. Woonstad wil niet voor de camera reageren, maar laat in een verklaring weten de situatie te betreuren. Woonstad zegt graag in gesprek te gaan met vader Gürbüz en zijn adviseurs om zo tot een passende oplossing te komen. Ruud van Os op de redactie praat ons bij over de sport. Ruud, de geruchten dat de transfer van Feyenoorder Lucas Tanjos naar Inter rond is, worden steeds sterker. Wat weet jij? Ja, op het internet circuleerde vandaag het bericht dat er een overeenstemming zou zijn bereikt over 7 miljoen euro voor Lucas Tanjos. Nou, dat is voorbarig. Het is bekend dat de beide partijen vorige week met elkaar spraken, Feyenoord en Inter. Maar navraag bij technisch directeur Leo Beenakke en zaakwaarnemer Arie Treffers leerde ons vandaag dat ze nog wachten op een bod van Inter. De insteek is dat hij sowieso nog 1,5 jaar minimaal hier blijft. Maar Inter wil daar niet op wachten en eventueel dus een voorcontract maken met Feyenoord en met Lucas Tanjos. Dat hij dus in 2012 definitief daar naartoe over zou gaan. Wanneer verwacht je daar witte rook omtrent? Dat weet ik niet. We hebben natuurlijk, er hangt natuurlijk een iets financieels aan. En ze hebben mij beloofd, mijn collega technisch directeur van Inter is hier geweest. En ze hebben mij beloofd op korte termijn een offerte uit te brengen. En welke prijsklasse moeten wij dat denken? Of mogen we daar niet naar vragen? Daar mag je best naar vragen, maar ik ga er niet op antwoorden. Zo simpel is dat. Feyenoord zit op nog meer witte rook te wachten. De zaak Jondal Thomasson gaat Feyenoord een schadevergoeding krijgen voor hem van de Deense bond, omdat hij tijdens het WK geblesseerd is geraakt? Nou, dat willen ze wel. In Zuid-Afrika was het Denemarken-Japan en in die wedstrijd raakte Thomasson geblesseerd. Het is een vergelijkbare situatie als tussen de KNVB en Bayern München omtrent de blessure van Arjen Robben. En Feyenoord houdt daarom die zaak heel nauwlettend in de gaten en doet totdat daar een uitspraak in is helemaal niets. Ik heb wel heel informatief een sumier contact gehad met de Deense bond. Maar wij hadden intern al besloten om in ieder geval in eerste instantie dus de ontwikkelingen met Robben bij München en de KNVB af te wachten. Omdat je dan op een gegeven moment een eikpunt krijgt van wat er mogelijk is. Ik bedoel, je kan daar parallel gaan lopen met allerlei juridische verwikkelingen en een hele hoop toestanden enzovoort. Terwijl de situatie precies hetzelfde is. Dus laat er eerst maar eens een principe uitspraak komen. Ja, en dan kun je inderdaad, hebben wij als directie de indruk alsnog melden te zeggen, hé, wacht even. Het is wellicht wat minder spectaculair als Robben bij München, want die roepen wat harder in Duitsland. Dat zijn we niet zo gewend. Maar wij hebben ook zo'n zaak en daar willen we ook wel eens even over praten. Tot zover Leo Beenakke voor nu. Het hele gesprek met de technisch directeur is te zien op Rijnmond.nl.
Goed nieuws voor de dames die nog geen kalender hebben uitgezocht voor het komend jaar. Want hij is er hoor, de mannenkalender. Fotografe Monique Bentin en curator Natasja Heidra zijn de bedenkers en de makers. Het is niet vreemd dat de dames, die beide ook nog eens kunstenaar zijn, hun prooi gezocht hebben in de kunstsector. Hij is er, de mannenkalender van Monique en Natasja. Nu zijn het de dames die iedere maand een andere lekkernij voorgeschoteld krijgen en er ongegeneerd naar mogen kijken. Het idee ontstond tijdens een weekendje weg. Zoals wij vrouwen weten, een uitgelezen moment voor vriendinnen om los te gaan. Ja, als vrouw, weet je, dan zit je toch met z'n tweeën. Dus dan heb je het daar wel over. Dus dat was eigenlijk, het begon eerst een beetje als een soort geintje, maar dat werd eigenlijk steeds serieuzer. Er is natuurlijk een soort erotiek en ik val natuurlijk ook echt op een hele lekkere knappe man en met een sixpack zou ik hem absoluut niet weigeren. Maar ik denk dat het toch ging van wat ik miste bij die mannenkalenders is dat die man niet alleen maar mooi zat te wezen, maar dat hij iets voor mij deed. En ik denk dat dat het verschil is tussen iets de vrouwenkalender en de mannenkalenders. Sexy poseren voor vrouw. Ja. De kalender wordt vrijdagavond gepresenteerd bij het Centrum voor Beeldende Kunst aan de Rotterdamse Binnenweg. Er zijn 250 exemplaren gedrukt, dus meiden, dat wordt vechten. Verwacht je naakte mannen? Leuk hoor. Hey. Oh ja. Nee, maar ik bedoel, het is soms natuurlijk wel heel leuk, maar dat het niet altijd dat je dus zegt van het zit soms in de handen. Het is, vind ik, hè. Het moet er ook bij zeggen, het is natuurlijk ook een leuk project van onszelf. Dus wij hebben zelf ook lekker kunnen en de ogen, uitgaan met wat wij aantrekkelijk vinden. Maar sexy. Ogen, een bepaalde blik, de armen, dus bepaalde spanning in armen. Het gaat niet schouders, om het bloot. Niet altijd om bloot, soms ook net een beetje juist aangekleed en een beetje verleidelijk. En ook zeker niet om strak. Heel veel zeiden van, oh, dan moet ik de sportschool in. Absoluut niet. Nee. Nee. Nee, gooi je hemd maar over. De maandelijkse lekkernijen komen uit de kunstwereld. Vandaar de naam, de Kunstmannenkalender. Een van de heren is Gijs Larivière, beeldend kunstenaar uit Rotterdam. Van het boek Rotterdam 2040, waarin hij filosofeert over de toekomst van de stad. En ook leverde Gijs een Rotterdamse bijdrage tijdens de World Expo in Shanghai, om maar wat te noemen. En nu dus Gijs als lekker ding. Kijk. Het werd natuurlijk onwijs tijd voor een mannenkalender. Ik vind dat wij heel erg achtergesteld zijn in dat onderwerp. Wij moeten ons nu gaan emanciperen. Ik ben ook voor animeerbare voor vrouwen, waar dan mannen werken. Kan ik ook wat bij verdienen in de avonduren. Dus ik denk dat deze kalender een voorbode is voor een hele nieuwe verandering in onze Rotterdamse, wat zeg ik, Nederlandse maatschappij. Ik wist ook niet wat de anderen hadden gedaan. Maar aangezien ik, toen ik 18 was, moest ik naar de dienstkeuring en ik was voorgoed ongeschikt. En dat is me altijd bijgebleven, daar was ik ook heel dankbaar om hoor, daar niet van. Maar het leek me gewoon leuk om iets in defensie te doen. Welke maand blijft bij ieder van jullie het liefst gewoon permanent hangen? De favoriet. Mag ik mee de kombi? Oh ja, nee, maar dat is heel privé. Dat is enorm privé. Voor haar dan. Ja, dat is. Maar doe maar niet. De ene vind ik sowieso vanaf het begin al aantrekkelijk, bijvoorbeeld. Ga ik niet zeggen. Die vind ik altijd als die voorbij komt. Wie? Maar daar hebben wij samen. Die delen wij trouwens, mag ik erbij zeggen. En oh, dan hebben we. Dank je. Het blijft dus gewoon smullen. Allemaal, ja. Het is gewoon elke maand heb je weer wat anders. Dit was Rijnmond Nieuws. Straks na het uitgebreide weerbericht, wat nou Zuid-Holland? In de provincie zijn 109 historische landgoederen, maar enkele daarvan komen onder druk te staan door de plannen voor de aanleg van een nieuwe weg, de Rotterdamse Baan. Hier zie je inderdaad het stuk van de landgoedbiotoop, dat nu beschermd is door de provincie. En eigenlijk hier waar we nu staan, dit is de plek waar straks de grote graafmachines hun werk moeten gaan doen. En die tunnelmond die moet ongeveer daar in het groen gaan komen. Dat dus verderop in dit uur in Wat Nou Zuid-Holland. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder.